Wij zijn Bouwco, de specialist voor uw badkamer en tegels. Kom langs in onze vestiging in Den Haag. Nu 20% korting op een complete badkamer met kortingscode SALA20. Kies voor betrouwbaar bouwen met Bouwco. Kijk ook op onze website www.bouwco.nl. De leukste islamitische webshop van Europa. Voor 23:59 besteld is morgen in huis. Voor Ramadan en eiddecoratie, islamitische boeken, cadeaus, spellen en nog veel meer ga je naar www.hadithshop.nl. Allah subhanahu wa ta'ala zal iedereen verzamelen. Niemand wordt overgeslagen. En het is stil. Stil, donker, pikdonker. Is dat het moment dat je naar Jahannam gaat? Dat moment. Allahu Akbar. Wat eng. Ja. Op dat moment word je gegrepen en je gaat naar Jahannam. Je valt erin. Ook deze maand laat Nakheel Aliyah jou weer heerlijk genieten van dadelkoekjes, chocoladedadels en ajwa dadels. Nu ook verkrijgbaar bij jouw Albert Heijn of via www.nakheelaliyah.nl. MyHomeBeatty.com, de online winkel voor al uw tafeldecoratie, bakspullen en nog veel meer. Shop nu het volledige assortiment van Hakkal met de kortingscode SALAH10 voor 10% korting. Bezoek de website www.myhomebeatty.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alles goed broeder Rafiq, kusje begeer. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Lebes alik. Alhamdulillah, kusje begeer. Alhamdulillah, barakallahu. Welkom, SALAH10. Dankjewel, dankjewel. Broeder Rafiq, de reden dat ik hier tegenover je zit is eigenlijk voor mij best wel een enge... Eng voor uitzicht, voor wat er komen gaat. Natuurlijk horen wij dat we als we doodgaan, dat we naar de hel of naar de hemel kunnen. Alleen voor heel veel mensen blijft dat toch iets, vaag wil ik het niet zeggen, maar ze hebben er geen beeld van. Wat is nou de route die we moeten doorlopen van het moment dat we komen te sterven, tot dat we uiteindelijk of in die hel of uiteindelijk inshallah in de Jannah belanden? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ten eerste, jazakallah khair voor dit gesprek, ontmoeting. Dit is zeker een belangrijk onderwerp, wat ons allemaal bezighoudt, namelijk het onderwerp omtrent de dood en wat ons te wachten staat daarna. Het is een hele lange reis, zonder meer. Mm-hmm. Jij zegt natuurlijk, heel veel mensen hebben geen beeld bij, logisch, want de dood en alles wat daarna komt, het hernamaals, dat is iets wat behoort eigenlijk tot al-ghaib, oftewel het ongeziene. Je hebt de alim shahada wal-ghaib, shahada hetgene wat je waarneemt, wat je ziet, wat je voelt. En de dood en alles wat daarna komt, behoort eigenlijk tot al-ghaib. Dus het is niet dat je zeg maar een videofilmpje kan kijken om erachter te komen wat er gebeurt of iets dergelijks. Dus wat dat betreft ben je afhankelijk van eigenlijk de openbaring. Alleen de openbaring kan ons vertellen eigenlijk wat er zich afspeelt in die wereld, een ongeziene wereld van al-ghaib. Vanaf het moment dat we komen te sterven? Vanaf het moment eigenlijk dat je komt te sterven tot aan paradijs. Paradijs is ook al-ghaib, het geloof paradijs. Niemand heeft paradijs gezien, ja, behalve de profeet sallallahu alaihi wasallam. Heeft het gezien, ja. De hel van dichtbij gezien. Oké, waar kunnen we starten? Starten, ja. Om te beginnen, je hebt sakrat al-maut. Oftewel eigenlijk, dat is sakra komt van sakra, bedwelmende toestand. Dat je eigenlijk in zo'n toestand bent. Ja. Ja. Stervende toestand, dat je eigenlijk omringd wordt door moeilijkheden, pijn, last, de angst en dergelijke. De fase net voordat je doodgaat. Dus eigenlijk het moment wanneer je hoort van iemand zegt van ja, mijn moeder of mijn vader ligt echt op sterven. Dat weten ze nu. Is het echt, ja. Zit alleen te wachten totdat hij zijn laatste adem uitblaast. Ja. Dat is de sakarat al-maut. Dat is sakarat al-maut. Ja, zelfs de profeet sallallahu alaihi wasallam is daar niet aan ontkomen. En heeft hem echt, was zo heftig ook. Dat hij ging zweten, sallallahu alaihi wasallam. Niemand ontkomt er dan. Ja. Dus op het moment dat jij, subhanallah, stervende bent, dalen de engelen neer. Engelen, die dalen bijvoorbeeld naar iemand die gelovig was, vroom was, rechtschapen. Dalen engelen, subhanallah, neer met stralende gezichten. Engelen dalen neer met stralende gezichten. En een mooie geur, lekkere geur, aangename geur. En ze komen met een gewaad. Met een gewaad die geparfumeerd is. Lekker ruikt. Het ongeziene wordt duidelijk, zichtbaar en waarneembaar. Fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. We hebben die bedekking weggehaald en jouw basar, jouw zicht is nu scherper. Dus jij ziet datgene wat je eigenlijk voorheen niet zag. En datgene wat je ziet nu zijn de engelen. Dus je ziet die engelen? De engelen zie je. De mensen die slecht hebben geleefd, wat krijgen die te zien? Ja, die krijgen andere soort engelen. De engelen die subhanallah donker zijn, afschuwelijk eruit zien en gewaad meenemen die stinkt. Ja,
is een gewaad waarin ze de ziel ontwikkelen. Ja. Zoals je, kijk, als men stervende is, dan familie die treft eigenlijk voorbereidingen. Misschien een kef gaan kopen, lijken gewaad gaan kopen. Terwijl ze daarmee bezig zijn, zijn de engelen ook bezig met voorbereidingen treffen. Ja. Niet voor het lichaam, maar voor de ziel. Die wordt subhanallah gewikkeld. En een lijken gewaad die zij speciaal hebben. Dus iemand die slecht leefde en niet geloofde, die werkelijk zijn in een slechte gewaad, donker gewaad, die eigenlijk stinkt. Ja. Stinkt. En ook de engelen die er afschuwelijk eruit zien. Ja? Heftig. Afschuwelijk. Heftig. Heftig. Dat beeld, dat wil je echt niet meemaken. Heftig. Laat staan wat daarna komt. Vervolgens. Diegene die goed leefde en gelovig was, de engelen nemen zijn ziel mee, subhanallah. En de manier, subhanallah, hoe de ziel eruit komt, dat is ook belangrijk om te vermelden. De profeet sallallahu alaihi wasallam gaf te kennen dat de ziel zo makkelijk, soepel eruit komt. Uit het lichaam. Uit het lichaam. Bij de andere, subhanallah, zijn ziel, die probeert zich te verdelen in het lichaam, die wil er niet uit. Die houdt vast. En de manier waarop het eruit getrokken wordt, is ruw. Echt hard, hardvochtig, ruw. De profeet heeft het vergeleken alsof je een pin, hè, een haakse pin, uit een wol eruit wil trekken. Ik kan je voorstellen dat je een haakse pin met allemaal haken. En er zit diep in de wol en je wil het eruit trekken. Het lukt haast niet. Ook op ruwe manier. Ja. Op ruwe manier. Tijdens het sterven zul je tekenen hebben dat je bijvoorbeeld shahada makkelijk kan uitspreken. Ja. Maar zoals de profeet te kennen heeft gegeven, hij zei, wie zijn laatste woorden la ilaha illallah zullen zijn, zal het paradijs binnentreden. Oh, okay. Maar dat klinkt ook heel makkelijk. Ja. Weet het maar te zeggen tijdens dat moment. Ja. Weet het maar te zeggen. Soms tijdens je slaap, je hebt echt een intense slaap, weet je. Je bent moe, hele dag gewerkt. Soms wil je die uit de kursie eruit halen. Komt er niet uit. Ja, komt er niet uit. Zo slapen. Laat staan als je met die sakrat al-maut waar we het over hadden. Als je daarmee te kampen. Soms denk ik bij mezelf van, ik heb nu al 2-3 dagen achter elkaar niet eens shahada gedaan voordat ik sliep eigenlijk. Dan vergeet ik het. Of het komt heel moeilijk uit. Ja, dus man slaapt. Slaap, subhanallah, is al-maut. Zoals de profeet. Al-maut is de broer van de dood. Is een kleine dood. Klopt. En dat is echt, subhanallah, een teken van Allah, subhanallah, slaap. Ja. Dus dat zelfs tijdens het sterven krijg je tekenen eigenlijk. Dat is een goed teken dat je, subhanallah, in staat bent geweest om shahada uit te spreken. En sommigen, subhanallah, shahada wordt voorgezegd. In plaats van shahada zeiden ze, subhanallah, noemden ze een nummer die zij kenden, een muzieknummer of zo. Tijdens dat moment. Allah. Weigerde shahada uit te spreken. Er zijn toch genoeg voorbeelden van vroeger en ook tegenwoordig. Mensen waren niet in staat om shahada uit te spreken. Hoe komt dat? Hebben er niet naar geleefd. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons daarvoor behoeden. Amin. Als je goed hebt geleefd, er komen engelen naar je toe, zien er mooi uit. Ja. Het ruikt lekker. Ze gaan je ziel inwikkelen. Geparfumeerd, gewaad. Heel makkelijk verlaat je ziel het lichaam. Het lichaam, heel makkelijk. De mensen die slecht hebben geleefd, komen hele enge engelen naar je toe. Het stinkt. Het is verschrikkelijk. Het ziet er eng uit. Ja. En die rukken jouw ziel uit je lichaam. Ja, die rukken het er echt uit. Vervolgens ziel van de gelovigen, daarmee stijgen de engelen. Die nemen het zo snel mogelijk. Die het zo snel mogelijk meenemen, subhanallah. Dan komen ze bij het eerste hemel. En dan zeggen de inwoners, de malaika, dus de engelen van de eerste hemel. Van wie is deze ziel? Ja? Het ruikt heel heerlijk, lekker, aangename geur. Van wie is deze ziel? Dan zeggen ze, die is van die en die. Dan wordt hij eigenlijk bij zijn beste naam, subhanallah, die, waar hij onder de mensen bekend stond. Ja. Bij de beste naam wordt hij zo eigenlijk geroepen en genoemd. En dan tweede hemel, hetzelfde, derde, totdat hij bij Allah subhanahu wa ta'ala komt. De slechte? En de slechte die komt voor hem, worden de poorten van de hemel niet eens opengemaakt. Zeg van wie is deze stank? Waar komt deze stank vandaan? Wie is deze persoon? Dan zeggen die en die. Wordt genoemd bij zijn slechtste naam, waar hij bekend om stond. En voor hem, hij komt niet eens voorbij de eerste hemel. Voor hem wordt de poorten van de eerste hemel niet eens opengemaakt. En waar zijn we dan? Waar wachten we daar? Of wat is de bedoeling? Wat doen we daar? Kijk, dat is dus de ziel. Hè? Ja, de ziel van de mu'min die gaat tot aan Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Uiteindelijk zegt Allah subhanahu wa ta'ala, laat het terugkeren waar het vandaan is gekomen. Ja, dus zijn van aarde. De ziel die gaat echt naar de hemelen, de goede zielen, tot aan Allah. Tot aan Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala geeft de opdracht aan de engelen om terug mee te nemen naar de aarde. Subhanallah. Vandaar komen ze, naar daar gaan ze toe, terug. En van daaruit brengen ze ook voort. De slechte zielen komen niet tot Allah. Die komen niet voorbij de eerste hemel. Voor de eerste hemel wordt iets opengemaakt voor hen. Zij moeten daar wachten. Ja.
Vervolgens? Tussentijd wordt het lichaam voorbereid, wordt gevassen door de familieleden. Janaza wordt verricht en klaargemaakt voor om te begraven. Dus wij mensen zijn met het lichaam bezig, de engelen zijn met de ziel met bezig. De ziel bezig. Precies, ja. Wij zijn met het lichaam bezig en de engelen met de ziel, klopt. Ja. Dan wacht eigenlijk de engelen op het moment dat het lichaam wordt begraven. Als het wordt begraven, dan keert de ziel terug naar het lichaam. Dus op het moment dat je de grond weer ingaat? Als je de grond ingaat, keert de ziel terug naar het lichaam. Komt de ziel weer terug? Ja, dan komt terug naar het lichaam. Je zit dan voor weer... wat? Dan vraag je jezelf, voor wat moet terugkomen? Voor de drie belangrijke vragen. Twee engelen komen en die ondervragen deze persoon. Ja, gelovig of ongelovig. Drie bekende vragen, die vormen eigenlijk de fundamenten. De vraag over Allah subhanahu wa ta'ala, wie is jouw Heer? Jouw geloof, wat is jouw geloof? En wat zeg je over deze man die onder jullie is gestuurd? Dan noem je eigenlijk de profeet die naar jou is gestuurd. Wij, voor ons de profeet sallallahu alaihi wasallam. En deze vraag krijgt iedereen, niet alleen moslims, iedereen? Iedereen. Iedereen krijgt deze vraag gesteld. Hele belangrijke vraag. Ja, je zou denken, ja, het zijn de makkelijke vragen. Ja. Maar ja, weet dat maar te beantwoorden op dat moment. Ja. Ja? Als je de engelen ziet en die Munkar wa Nakir, de eenzaamheid. Die engelen heten Munkar en Nakir. Munkar wa Nakir, zo heten de engelen, volgens de betrouwbare bronnen. Munkar wa Nakir. Die worden ondervraagd. Een gelovige die zal antwoord makkelijk geven. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala maakt dan de gelovige standvastig. In het graf tijdens de ondervraging maakt Allah subhanahu wa ta'ala standvastig om de juiste antwoord te geven. Ja. Waarom? Je hebt ernaar geleefd. Jouw hele leven je hebt geleefd naar Allah subhanahu wa ta'ala. Je kende Allah, je kende de boodschapper van Allah, je kende je geloof, je kende de islam, je kende de salah, je kende de zakah, de hajj, het vaste. Als je eigenlijk ernaar hebt geleefd en je hebt eigenlijk heel je leven lang voorbereid op die vragen, dan kan het gemakkelijk... Gemakkelijk, alles subhanahu wa ta'ala maakt jou op dat moment standvastig. Maar de mensen die dus eigenlijk met de pet hebben naar gegooid, rare dingen hebben gedaan of niet naar geleefd hebben, voor hun is het, ook al weet je... Ook al weet je, hier op aarde theoretisch, de vragen, het lukt je niet om te antwoorden. Het gaat niet lukken. Okay. Op dat moment, alleen degene die door alles subhanahu wa ta'ala standvastig wordt gemaakt, die is in staat om die antwoord te geven. Wat gebeurt er vervolgens? Dan zul je te maken hebben met of genieten of bestraffing. In het graf? In het graf, zonder meer. Je geniet in je graf of je zal bestraft worden in je graf. Wat is die bestraffing in het graf? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn hoofd wordt helemaal met steen. Ja? Bijvoorbeeld de zoon uit degene die ontucht plegen, die wordt in oven geplaatst als een steenoven. In zijn graf? Ja. Dan wordt je graf een oven, subhanallah. Dat is een barzach, snap je? Ja. Heel veel geleerden hebben gezegd eigenlijk, wat wordt eigenlijk nu bestraft? De ziel of het lichaam? Ja. De meeste geleerden zeiden zo de ziel. En ze zeggen, omdat de ziel gestraft wordt, leidt het lichaam daar ook onder. Oké. Okay. De fase in het graf, dat ze daar liggen, dat is al de barzach. Dat is de barzach. De barzach is de fase na de dood. Na de dood tot aan de dag des oordeels. Oké, okay, ja. En in die barzach kan je genieting hebben, kan je bestraft worden. Hoe lang duurt deze straf en hoe lang duurt deze genieting? Tot wanneer? Het kan voor sommige mensen, net als zondaren, kan het ook tijdelijk zijn. Ja, dit is eigenlijk heel moeilijk om dingen eigenlijk met zekerheid te zeggen, want het behoort tot al-ghayb, weet je. Ja. Je moet echt een duidelijke bron hebben die echt duidelijk erover spreekt. En daarom, je ziet van ook geleerden zijn daar heel voorzichtig in, om dingen met zekerheid vast te stellen. Ja. Voor de zondaren zeiden ze, voor hen kan de bestraffing tijdelijk zijn. Maar voor diegene die niet geloofde, blijft tot aan het laatste uur. Tot aan het laatste uur. Dat zijn de niet-moslims? Ja. Ja. Tot de laatste uur. Tot de laatste uur. Ja. Wanneer stopt de barzach periode? Laatste uur. Wat bedoel je met laatste uur? De dag des oordeels. Als de dag des oordeels begint. De opwekking. De opwekking is dan... De opwekking. Dus wat is de opwekking? Ja. Even in het graf even iets wat gebeurt. Belangrijk om te vermelden. Is die de persing, de plettering. De aarde plettert subhanallah de persoon. Die onder de grond. Die plettert hem en drukt hem samen. Damma noemen ze dat in Arabisch. Damma wordt samen geperst als het ware. Zo. Dat voor een niet-moslim, dat zelfs zijn ribbes gaan in elkaar schuiven. Zei de profeet. Wordt helemaal samengedrukt. En ook voor moslims. De Nabi sallallahu alaihi wasallam zei, als er iemand is die gered zou kunnen worden van die samendrukking,
is Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd ibn Mu'ad, zelfs hij wordt niet voor vrijgesteld. Daarvan en, vrijgesteld. En dit is een grote sahabi dit? Een grote sahabi waarvan subhanallah de ars, de troon van Allah subhanallah beefde voor zijn dood. En, zijn uitvaart werd bijgewoond door 70.000 engelen. Het was eigenlijk een hoofd van de stam, al-Aus. Van de mensen van Medina. Hij was een hoofdstam. Hij betekende heel veel voor de islam, subhanallah. Sommigen zeiden, er is onderscheid. Onderscheid tussen hoe een gelovige, samen wordt gedrukt, en niet gelovig. Ja. Dus voor de gelovige is de samendrukking, dat is eigenlijk een omhelzing van een moeder richting haar kind. Allah. Die drukt hem tegen haar borst en zo. Zacht. Is zachtmoedig, warmte, genade, genegenheid. Zo ook de aarde omhelst hem. Dat is de samendrukking. Deze bestraffing in onze graf, mogen ons allemaal ons daarvoor behoeden. Dat blijft voortdurend tot aan het uur dat we worden. Het uur dat we opgewekt worden uit onze dood. En dat is iets wat geheid plaats zal vinden, met zekerheid. Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran is zo zeker erover dat hij zelfs zweert, subhanallah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zweert. Dat de doden opgewekt zullen worden en dan weer tot leven komen. Hier op aarde of? Ja, zeker. Er is een nieuwe aarde. Ja. Ik ga een beetje meenemen. Dus mensen blijven in het graf. Of voor hun is eigenlijk het hernamas begonnen. Als je dood bent, voor jou is het hernamas gewoon. Of wachten tot het laatste uur, tot de dag des oordeels. Ja? Ja. Als de sterren neervallen, de hemelen worden opgerold. Ja. Dan breekt het aan en je hebt de tekenen, grote tekenen daarvoor. In Surat Takwir. Surat Takwir, ja. Ja, de zee die ontvlammen, subhanallah. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Als dat gebeurd is, dan je hebt Israfil. Dat is een engel die, subhanallah, geschapen is voor één taak. Mm-hmm. Om te blazen in de bazaan. Als hij de eerste stoot geeft om te blazen in de bazaan of de horen, dan vergaat iedereen. Alles vergaat. Die nog leeft. Ja, zelfs iedereen die nog leeft, vergaat en gaat dood. Die nog leeft vernietigd. Op aarde. Die nog leeft op aarde. Die nog leeft op aarde. Dus dat betekent eigenlijk een totale vernietiging. Mm-hmm. Totale vernietiging. Als hij blaast, wordt iedereen dood. Iedereen. Mm-hmm. Ja. Tussen dat iedereen doodgaat en dat we weer worden opgewekt uit de dood, is 40. 40 is onbepaald. Abu Huraira, die de hadith overlevert, hij zei, tussen de eerste stoot van Israfil, de engel Israfil, en de tweede is er een periode van 40. Ja. Hij werd gevraagd 40 dagen. Hij zegt, ik weigerde antwoord te geven. 40 weken, maanden, jaar. Ik weigerde. Omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam dat ook niet vermeld heeft. Om hoeveel 40 het gaat. 40. Allahu alam, hoeveel 40. Het kunnen 40 dagen zijn. 40 maanden, 40 jaar. Dus vanaf het moment dat de bazuin van Israfil. Ja. En dat de laatste mensen die nog leefden hebben op aarde. Die gaan de barzach in vanaf dat moment 40. 40. Vanaf dat moment 40. Ja. Totdat hij de tweede keer blaast in de bazaan, zodat iedereen, subhanallah, tot leven komt. Iedereen komt tot leven. Maar Allah, subhanallah, verandert de aarde, de hemel. Een andere aarde, schone aarde. Helemaal kale vlakte, met geen gebouwen, geen bomen, helemaal geen kenmerken. Helemaal totaal, helemaal kaal. Waar nooit bloed is vergoten, nooit. Ja. Dus een schone kale aarde. Ja. En op deze aarde zal iedereen verzameld worden. En de hoedanigheid waarin wij zullen opgewekt worden, is gewoon zoals wij de eerste keer zijn geboren. Kun je je voorstellen. Gewoon echt naakt. Naakt, blootvoetig en onbesneden. Zoals wij de eerste keer zijn geboren, zo in die toestand zullen wij opgewekt worden. Aisha die vroeg heel verbaasd, subhanallah. Kijk, Aisha, waar ze... Maar zullen de man en de vrouw naar elkaar kijken? Maar denk je op dat moment dat je daar tijd voor hebt? Nee, joh. Tuurlijk niet. Iedereen is bang. Iedereen is bang. Iedereen is bezig met zichzelf. Je hebt niet deze tijd om daarnaar te kijken. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala zal iedereen verzamelen. Allah slaat niemand over. Niemand wordt overgeslagen. Wat is de bedoeling dan van die verzameling? Wat gaat daar gebeuren? De verzameling. Ja. Die verzameling in die toestand. De zon, subhanallah, die zo dichtbij is, hangt boven de hoofden van de mensen. Zelfs mensen zullen zweten. Sommigen bij hun zweet zal reiken tot hun knieën, sommigen tot aan hun heup, sommigen tot aan... En sommigen zullen zelfs verdrinken. Dus in die toestand wachten op de berechting. Wachten op de berechting van Allah subhanahu wa ta'ala, zodat Allah tussen de mensen zal oordelen. In die toestand wachten ze. Terwijl ze subhanallah wachten, worden mensen ongeduldig. Ja. Ze worden heel ongeduldig. Het duurt lang. Een dag die even lang duurt als 50.000 jaar. Ongeduldig, kun je je voorstellen. Het is moeilijk. Eén dag is 50.000 jaar, zei je dat nou? Ja. Zo lang, 50.000 jaar. Ze komen subhanallah hulp zoeken.
hulp inschakelen bij profeten. Dus uiteindelijk komen ze altijd weer profeten terug. Ja. Subhanallah. Komen ze bij Adam. Adam, doe voorspraak bij uw Heer om te beginnen, de berichten te beginnen. Adam verwijst door naar Noach. Noach verwijst. Maar dat betekent dus dat we ook gewoon met elkaar kunnen praten daar op dat moment. Ja, zeker. Zeker. Dus we kunnen weer gewoon... Je kan praten. Ja. Je kan gewoon communiceren, kan praten, met, naar mensen toe. Ja, naar... er is een echt leven. Er is gewoon leven. Dus het is gewoon echt leven, leven. Die ziel die jou, die jou heeft verlaten, die keert terug naar hetzelfde lichaam. Er is geen, zoals sommige mensen zeggen, je keert met een nieuwe lichaam. Nee, hetzelfde lichaam, hetzelfde ziel. Dus ik gewoon, op mijn lichaam, mijn jouw ziel, lichaam, loopt daar rond om te kijken van... Datzelfde lichaam, hetzelfde ziel, die loopt daar rond. Die praat en die zoekt hulp. Die is bang. Die is bang, angstig. Ja, het is Allah, gewoon een leven. Allahu Akbar. Het is een leven. Zo. Het is gewoon een leven. Ja, ja, wachtend op de berichting. Jij zegt, we gaan op zoek naar profeten. Dat is wat je zegt. Ja, we gaan op zoek naar profeten. En subhanallah, en elke profeet, subhanallah, verwijst door naar een ander profeet. Uiteindelijk komen ze bij Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Iedereen, alle mensen. Alle mensen komen terecht bij Mohammed, voorspraak bij uw Heer. Dan zegt de profeet. Want natuurlijk weten ze op dat moment dat hij echt een profeet is. Ja. Want dan kent iedereen de waarheid. Op dat moment kent iedereen de waarheid. Ja. Maar zelfs tijdens het sterven komt mensen achter de waarheid. Subhanallah, ja. En dan gaat iedereen naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iedereen gaat naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dan zegt de profeet, ana laha. Ik ben de aangewezen persoon daarvoor. Wat willen ze van Mohammed? Wat willen ze? Dat hij bemiddelt voor hen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hij tegen zijn Heer zegt, laat de berichting beginnen. Laat de berichting beginnen. De hisab. Laat de hisab beginnen. Oh, de mensen willen echt de hisab al? Ja, ze willen de hisab. Ze kunnen niet wachten. Ze willen de hisab. Maar na de hisab kun je ook naar Jahannam. Dus... Ja. Maar het is... Al-adab. Liever belanden de hel dan wachten. Is bestraffing. Dus de mensen die hebben op dat moment liever gewoon... Oké, laat het maar komen dan dat we hier nog moeten wachten. Ja, laat het maar komen dan hier te wachten. Allahu Akbar. Ja. Met kans dat je naar Jahannam gaat. Kans dat je naar Jahannam gaat. Oh, ja. Allahu Akbar. Ze komen bij de profeet. Ze vragen aan hem, wil je bemiddelen dat de hizab kan starten? Ja, Nabi sallallahu alaihi wa sallam gaat bemiddelen. Gaat subhanallah Allah lof prijzen met lofprijzingen die hij nooit kende. Dat worden hem subhanallah ter plekke onderwezen door Allah subhanahu wa ta'ala. Ingegeven door Allah subhanahu wa ta'ala. Hij prijst Allah subhanahu wa ta'ala en zal knielen, sujud verrichten, knielen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Totdat Allah zegt tegen hem, hef o Mohammed, hef je hoofd op. Ishfa' tushafa' was'al tu'ta. Ja, doe voorspraak en jouw voorspraak wordt ingewilligd. En vraag datgene wat je vraagt, krijg je. Okay. Subhanallah. Onze Nabi, de profeet Azam, krijgt een hele bijzondere functie en positie. Dit is echt een bijzondere positie waarmee de profeet boven de rest van de profeten is bevoorrecht. Een van de dingen waarmee de profeet is bevoorrecht is dit. Dat noemen ze shafa'a al-udma, oftewel de grote voorspraak. Is alleen gegeven aan de profeet sallallahu alaihi wasallam. Niemand kan dat. De profeet doet voorspraak. Allah subhanahu accepteert zijn voorspraak. En laat de berichting. De berichting? De berichting. Maar hoe gaat die plaatsvinden? Hoe? De berichting... boeken. De boeken. Iedereen krijgt zijn boeken aangereikt gekregen. Iedereen krijgt zijn boeken. Welke boeken? Nog steeds op die vlakte, toch? Ja, die vlakte. Okay, ja. Boeken waarin subhanallah... Alles, maar dan alles wat je hebt gedaan en gezegd in dit leven, vastgelegd staat. We zijn ervan overtuigd dat er malaika zijn nu op dit moment die alles vastleggen. Alles opschrijven. Er is geen woord wat men uitspreekt of er is een engel die gereed is en alles vastlegt. Ontgaat hem niks. En dat, dus die vastleggen, het boek, dat wordt gepresenteerd, subhanallah, op die dag. En diegene die zijn boek in zijn rechterhand krijgt. En hoe krijg je dat boek? Hoe bedoel je, van wie krijg je dat boek? Of? Ja, die boek dus, die worden gepresenteerd. Door wie of door wat? Of? Door de engelen. Door de engelen? De engelen, ja. Die reiken het boek aan een persoon. Krijg je hem in je rechterhand, dan weet je dat je behoort tot de mensen van het paradijs. Dat is een teken. Ja. Krijg je hem in je linkerhand of achter je rug, dan is dat een slecht teken. Dan behoor je tot de verliezers. Je krijgt je boek, links of rechts, mogen Allah ons tot de mensen behoren die hem rechts krijgen. Vervolgens? Vervolgens komt de weegschaal. De weegschaal. De mizan. Ja. De mizan waar de daden van de persoon worden gewogen. Met twee schalen. Nou, hoe ik even vertel, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt. Ja. Twee schalen. De linker, rechts. De ene schaal komen de goede daden op de andere schaal, linker. De slechte daden. Welke kant zwaarder weegt, betekent
dat je of verliezer bent of wegen de goede daden het zwaarst behoren tot mensen van het paradijs. Hassanat, wat zeggen we? Hassanat, weet je, doe ja, hassanat. Goede daden. Voor die dag, voor die weegschaal, alles komt er. Ja. Alles komt erop. Dus daarom zeggen ze wel eens van ja, mithqala darratin, als je al is het maar stofdeeltje ter grootte van stofdeeltje, dat zie je terugzien. Al is het maar even glimlachen naar iemand. Glimlach, weet je, een woordje. Subhanallah, soms sla je helemaal geen acht op woordje wat je zegt, goed woordje, maar subhanallah, Allah zegent het en wordt het zo groot bij Allah. Of iemand, iemand bedanken of zo. Iemand bedanken of iemand subhanallah gewoon adviseren, een adviesje geven, weet je. Vrees Allah, subhanallah. Vrees Allah. Klinkt heel simpel, vrees Allah. Vrees Allah, dit is zo groot. En het kan echt heel veel teweeg brengen bij een persoon. Ja. Vrees Allah, ittaqillah. Verzamel zoveel mogelijk goede daden voor die dag. Goede daden voor die dag. Ja. Goede daden met ikhlas, met zuivere intentie. Niet om gezien te worden, om geprezen te worden. En doe het volgens het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ja. Dan is het goede dat die Allah accepteert en dat komt op jouw weegschaal. Ja. Het Koran lezen bijvoorbeeld. Koran lezen, één harf, één letter is 10 hasanat. Ja. En daarom, lees Koran. Verzamel die hasanat. Doe het goede. Help mensen, help zwakkeren, armoede, liefdadigheid. Hasanat, je ouders, weet je. Verzamel hasanat, wees daarvan bewust. Weet je, alles komt op jouw rekening, op jouw weegschaal. Ja. Vul het. Aan de andere kant zijn we ook bezig met slechte daden. Ja, die stapelen ook op. Die stapelen zich ook op. Roddelen, liegen, stelen, bedriegen. Hè? En ga zo maar door. Die stapelen zich ook op. Ja. Stapelen zich op. Dus zorg ervoor dat je meer hasanat hebt. Dat je hasanat jouw sayyi'at, jouw slechte daden overtreffen. Na de mizan. Dan weet je dus, je hebt meer goede dan slecht of meer slecht dan goed. Ja. En dan? En dan wachten we op de siraat. Passeren van de siraat, oftewel de brug. De brug die gespannen wordt boven de hel. Dus, maar na die weegschaal, hè, ja, krijg je dan nog niet te horen van de engelen of van Allah subhanahu wa ta'ala, je gaat naar Jahannam? Nee, nog niet. Oh, je weet het nog niet dan? Nee, nog niet. Maar alle tekenen wijzen erop. Dus, ja, want je hebt, het wordt een moeilijke zaak. Ja, je hebt ook een vergelding, een qasas. En dat is? Een vergelding is dat je het rechten moet teruggeven. Kijk, oh ja, tober, natuurlijk. Ja. Ja. Stel, je hebt iemand weet je, bestolen, over hem geroddeld, zijn eer aangetast of iets dergelijks. Ja, maar qiyam moet je alles teruggeven. Dus al had ik heel veel hasanat op mijn Die kan je kwijtraken. Na de vergelding, ja. Oh, dus de profeet noemde het faillissement, failliet zijn. Blut, je komt te blut. Je komt met salah, met siyam, vasten, zaken, van alles nog wat goede daden. Ja. En uiteindelijk kom je met lege handen te staan. Hoe komt dat? Iedereen pakt van die hasanat van jou. Heb je geroddeld, over die heb je aangetast, die heeft zijn eer aangetast, ja, die dat. Die beticht van alles en nog wat. En dan moet je alles inleveren. Dus die mensen komen dan naar jou toe en die zeggen, luister, jij hebt dit bij mij gedaan op aarde. Ja, ja. Jij hebt mij beticht van overspel, is helemaal niet waar, ik noem maar iets. Klopt, dit en dat. Ja, dat is een voorbeeld, ja. Geef mij jouw hasanat. Ja, heb je geen hasanat meer over? Dan worden ze uit overgeheveld. Mijn slechte daden hier. Ja, krijgt ze. Daarom, subhanallah. Daarom, dus daar ontkomen wij niet aan. Dus je begon eigenlijk misschien wel met heel veel hasanat. Heel goed, zeker. En daarom, een moslim moet zijn band zien te verbeteren. Tussen hem en Allah. Maar ook tussen hem en de medemens. En de andere gelovigen. En ook niet gelovigen. Dus daarom is het zo belangrijk om goed met de mensen om te gaan. Zonder meer. Poef, want je wordt leeg geplunderd op die dag. Ja, leeg geplunderd. Je wordt leeg geplunderd. Dat is geen grap. Want mensen zijn niet zo vergevensgezind als Allah subhanahu wa ta'ala. Nee. Alles kan, door middel van tawbah kan Allah subhanahu wa ta'ala jou alles vergeven. Alles. Ja. Maar als jij hier in dit leven niet de rekening hebt vereffend, weet je, alles vergolden, dan gebeurt het hierna. Mensen zullen niet makkelijk jou vergeven. Dus na de mizan, heb je de vergelding? De vergelding? Ja, je hebt de sirat. Sirat heb je ook de houd. De houd van de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, de waterbassin. Ja. Zijn bron is afkomstig van Jannah, van Kauthar. En die mondt uit in dingen. Dus het stroomt uit in de houd. Dat is de houd, een waterbassin die de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gekregen. Zo groot, lengte en breedte even lang. Witter dan melk, zoeter, smaakt zoeter dan honing. Ja. En diegene die daarvan drinkt, zal nooit dorst kennen. Dus
Na de mizan is dat? Die dat is voor het sirat. Je mag daarvan drinken. Ja, Nabi sallallahu alaihi wasallam, zeker. De volgeling van de profeet sallallahu alaihi wasallam zullen drinken daarvan. En sommigen worden zelf tegengehouden. Dan zal tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd worden, je weet niet wat ze na jou hebben gedaan. Dus aan dingen toevoegen in het geloof, hè, weet je, dingen toevoegen. Innovaties. Innovaties, religieuze innovaties. Ja. Je weet niet wat ze na jou hebben eigenlijk toegevoegd in het geloof. Ja. Dus die worden tegengehouden, subhanallah, door malaika. Die zullen daar niet van drinken. Dus voor mijn duidelijkheid, je had dus de mizan, dus de weegschaal. Daarna de vergelding. Dus dat mensen nog zeggen, ik wil mijn deel, je hebt mij bestolen, je hebt mij dit. Dan kom je bij de hout, dat is de waterbassin van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Ja. Kijk, de volgorde, of exacte volgorde, sommige geleden, die geen volgorde. Er staat niet hadith, het gebeurt dit. Het is niet... Daarom sommigen zeggen, die hout die komt na sirat. En sommigen komt voor sirat, omdat eigenlijk je het beste nodig hebt. Ik snap het. Het hardste nodig hebt. Het is niet zwart op wit van dat... Die volgorde staat niet vast. Ik snap het, maar, voor het gemak laten we een volgorde aanhouden. Ja. Dus waterbazaar, je zal daarvan drinken. Nooit dorst, kan ik die hitte van de zon. Ja. Dorst, je zal dorst hebben, je zal daarvan drinken. Allah subhanahu wa ta'ala, je zal nooit dorst kennen. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam, de sahaba vroegen, hoe zal je ons herkennen op de dag des oordeels? Dat is ook belangrijk. Ja. Hoe zal de profeet mij en jou herkennen en de overige moslims? Wij de gemeenschap, de volgeling van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Hij zal ons herkennen aan de ledematen die subhanallah uitstralen. Ledematen die wij wassen tijdens de wudu. Onze armen, onze... gezichten, voeten... Aan die zat anders aan. Ik heb grote menigte mensen. Omdat we ons reinigden voor het gebed. Je wordt eruit geprikt. De Nabi sallallahu alaihi wasallam, je straalt subhanallah licht uit. Zo herkent de profeet zijn volgelingen vrede zijn met zo hem. Zo herkent de profeet. Ja. En zo, daarom is ook wudu en dus ook salah zo belangrijk. Hoe wil dat de profeet jou herkent als je geil wudu doet? Ja. Niet beter betekent ook geil wudu. Zo herkent hij zijn eigen zo volk. Zo herkent zijn eigen volk en zijn eigen gemeenschap. Dus de mensen die op dat moment eigenlijk al bestraffing hebben gehad in het graf. Die hebben al 50.000 jaar die zon moeten wachten. Die hebben al verschrikkelijke dingen door. Die hebben in de weegschaal al moeten zien dat hun slechte daden veel groter zijn dan hun goede. Dus voor die mensen wijst eigenlijk al alle tekenen er al op dat je richting Jahannam gaat. Ja, zonder meer. Zonder meer. Dan komt er nog de sirat. En je boek in je linkerhand. Ja. Hebben ze dan nog steeds hoop dat ze naar Jannah gaan? Want het is nog niet, want Allah heeft nog niet gezegd, je gaat naar Jahannam of naar Jannah, snap je? Nee, voor diegene die niet gelooft, staat het vast. En voor de moslims, voor de moslim zondaren? Voor de moslim staat het niet vast. Hij kan, maar uiteindelijk komt hij paradijs binnen, maar hij kan Allah subhanahu wa ta'ala, kan hem vergeven. Ja. Dat kan, dat is aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hij kan hem vergeven, zelfs met die grote zon, hij kan hem vergeven. Dat is aan Allah subhanahu wa ta'ala. Na al deze dingen kan Allah je dan nog steeds vergeven? Als gelovige. Ja. Kan Allah jou vergeven, maar Allah kan jou ook tijdelijk bestraffen. En die tijdelijke bestraffing is een reiniging. Dus voor mijn duidelijkheid, het kan zijn dat ik dus op dat moment denk, ik heb het helemaal verknald. Ik heb mijn boek in mijn linkerhand, ik heb alles. Maar Allah kan mij alsnog voor iets vergeven, voor Allah iets wat ik op aarde heb gedaan. Ja, de rahma van Allah. De rahma van Allah is onbegrensd, onbeperkt. Zelfs diegenen die subhanallah terechtkomen in de hel, uiteindelijk worden ze na voorspraak van profeten, engelen, familieleden, die bemiddelen voor uiteindelijk Allah subhanahu wa ta'ala haalt iedereen die gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala, haalt hij eruit. Uiteindelijk worden ze overgeplaatst naar het paradijs. En daarom is het geloof zo belangrijk. Sirat. De brug die gespannen wordt boven de hel. En iedereen moet deze passeren, zelfs de profeten subhanallah. En het is stil. Stil, donker, pikdonker. En profeten, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam, de enige die zullen spreken zijn de profeten. Het enige wat ze zullen zeggen is Allah sallim sallim. Of uw veiligheid. Stel ons veilig, stel ons veilig. Allahumma sallim sallim. Kun je je voorstellen, zelfs de profeten subhanallah verkeren in angst op dat moment. Nabi sallallahu alaihi wasallam, de sahaba hebben het sirat beschreven. Ja. Dunner dan een haar, scherper dan een zwaard. Boven de hel. Een haken die jou kunnen grijpen, weet je? Grijpen en uiteindelijk doen belanden in de hel. En de snelheid die iedereen de hel oversteekt en passeert. Verschillende snelheden, naar gelang jouw daden. Kijk hoe belangrijk daden zijn. Dus als je goede daden, zuiver waren, goede daden hebt, hoe meer goede daden, is het als een flits, weet je, als een
subhanallah, flits voorbij gaan. Heel makkelijk die brug. Heel makkelijk. Sommigen zeggen als een snelheid van een kameel, sommigen als snelheid van een paard, snelle paard. Sommigen zullen lopend, sommigen zullen kruipend de brug passeren. En je wordt, subhanallah, je wordt gegrepen door die haken, subhanallah, die aan de zijkanten. Mensen proberen, ze grijpen sommigen en die halen ze neer naar de helmen. Dus je gaat er overheen? Je gaat er overheen. Ongedeerd kom je over. En sommigen komen gedeerd, dus met schaamwonden komen ze aan de overkant. Maar je hebt ook de mensen die het niet gehaald hebben aan de overkant. Die zijn in de hel gevallen? Ja, zijn de hel gevallen. Is dat het moment dat je naar Jahannam gaat? Dat moment. Allahu Akbar. Wat eng. Ja. Op dat moment word je gegrepen en je gaat naar Jahannam. Je valt erin. Dan begint jouw straf. Ja. Dat is Allah salam met alafia. En je komt dus aan de overkant van de brug. Dus als je de overkant haalt, dan weet je zeker dat je niet naar Jahannam gaat. Zeker. Er is wel een kantara, een andere bruggetje zoals Nabi salam alayhi wa sallam zei. Heet al kantara, niet al sirat al kantara. En op deze brug zal een vergelding tussen deze mensen plaatsvinden. Vergeldende dingen die wij hadden, ruzies, jaloezie of iets dergelijks. Dat moet weg. Dit is voor de mensen die naar Jannah gaan? Naar Jannah gaan, ja. Naar Jannah. Dus de mensen die de brug over zijn? Ja, tussen hen. Dus die naar Jannah gaan? Ja. Er zijn nog kleine dingetjes kleine tussen dingen die tussen mensen. Hen. Waarom? In Jannah is geen ruimte voor wrok, jaloezie of haat. Het moet zuiver. Het moet niet zuiver. Als er iets tussen ons, weet je? Jij bent nog de sfeer eigenlijk bederft, met pret bederft, dat moet weg. En daarom is die vergelding ook. Op die Alcantara, neem de brug. Ja. Geen ruimte voor wroken of gevoelens of iets dergelijks. Dus dan ben je volgens mij echt blij als je daar... Als je de overkant hebt bereikt, dan... Het ultieme geluk. Ultieme geluk. Je bent zo gelukkig. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons dat gunnen. Amen. Ja. Zo. Ja. En uiteindelijk heb je of het paradijs als eindbestemming of de hel als eindbestemming. En er bestaat geen derde bestemming, alhamdulillah. Diegene die niet geloofde, als ik zeg diegene die niet geloofde, het gaat ook om andere profeten, gemeenschappen voor de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ja. Dus de volgers van de profeten, Noah, Ibrahim, Musa, Isa en Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die zullen het paradijs eeuwig, subhanallah, zullen ze daar leven en vertoeven. En diegene die niet geloofden in de profeten en ook niet in de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die zullen ook eeuwig in de hel verblijven, waliyadu billah. En wat betreft de zondaren onder de gelovigen, zoals ik al zei, als Allah subhanahu wa ta'ala ervoor kiest om hen te bestraffen, dan komen zij daar tijdelijk in. Ja. En uiteindelijk worden ze eruit gehaald en overgeplaatst naar het paradijs. Dus uiteindelijk, een moslimgelovige, die komt uiteindelijk in het paradijs terecht. De mensen die naar de Jannah, die wel de brug over konden, die naar de hemel konden gaan, die zonder de Jahannam de hemel hebben bereikt, dat die dan ook kunnen gaan vragen van, hey, luister, waar is die vrienden van mij van vroeger, die zijn er niet meer in Jannah, die zijn naar de hel gegaan. Ja, dat is best wel een slecht teken. Je familie die weet, iedereen is nu dood en je ziet hem niet, slecht teken. Ja. Maar ik heb dan kan je wel voorspraak doen. Kun je aan Allah vragen? Zeker, van... zonder meer, ja. Daar geloven we heilig in, dat jij die kans krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala om te bemiddelen, voorspraak te doen, om hem eruit te halen. Ja. Na de profeet die dat doet, hè, profeet sallallahu alaihi wa sallam, de engelen die dat ook kunnen doen, maar ook zeker familieleden. Dat je denkt van... Ja, waar is mijn zoon, waar is mijn vader, of waar is mijn moeder, waar is mijn oom, en, snap je? Ja. Je mist je dierbare, natuurlijk ga je ermee zitten. En daarom is die voorspraak, subhanallah, ons gunt aan de gelovigen. Ja. Rafiq, ik wilde eigenlijk nog met jou verder gaan om, weet je, dat je ons kan meenemen in van hoe ziet Jahannam eruit en hoe is die bestraffing. Maar ik denk dat het slim is dat we dat laten voor een volgende aflevering, inshallah. Inshallah. En houden we het hierbij. Dat is echt een apart onderwerp. Ik denk dat een prachtig vervolg zou kunnen zijn op wat we vandaag besproken hebben. Broeder Rafiq, barakallahu, ik dank je wel. Je hebt het heel helder voor mij gemaakt. Natuurlijk, het blijft natuurlijk een greep. Het blijft het ongeziene. Het is het ongeziene, Maar ik heb toch een beter beeld gekregen. Wat ons aan het wachten is na onze dood en tijdens onze dood. En ik hoop dat de kijkers hier nog wat aan hebben gehad. Inshallah, ik hoop het ook dat het beter wordt. Een beter beeld hebben gegeven aan de kijkers. En ik hoop Allah subhanahu wa ta'ala. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te behoeden daarvoor. Ja, en natuurlijk is het niet om...
om de mensen depressief te maken of zo. Absoluut niet. Goed dat je dat zegt. Ja. Angst in dit leven is zo belangrijk. Ja. Angst in dit leven, subhanallah, is een drijfveer om gemotiveerd te raken om het goede te verrichten. Want je weet, als ik dit doe, het slechte doe, dan staat mij dit te wachten. Ja. Dus je wordt eigenlijk tegengehouden. Dat, ja. dat is eigenlijk de bedoeling van vrees hebben in dit leven. Ja. Angst hebben voor de bestraffing. Zodat jij echt vermijdt, de verboden van Allah vermijdt. Vermijdt, weet je. Ja, dat je zoveel mogelijk naar het goede wordt geduwd. Ja, wordt naar het goede. Aan de andere kant heb je hoop. Je hoopt door het goede te verrichten dat je het paradijs komt. Maar door die angst en vrees die je hebt, blijf je uit de buurt van die zondes. Ja. Aan dat een leven zonder angst en hoop, dat kan niet. Nee, ik snap dus, dat moet je hebben. Nou, beste kijkers, ik hoop dat ze hier, dat na dit gezien te hebben, dat hun iman is gesterkt. En dat ze, al is het maar voor vandaag, al nog eventjes meer hasanat gaan pakken en meer hun best gaan doen. Ik hoop het. Heel bewust hasanat verrichten. Want voor de dag die ons te wachten staat. Want er wacht ons gewoon nog eens een hele zware periode. Daarom rekenen wij op de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Broeder Rafiq, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.